Beste YouTubers en YouTubies, vandaag kan jij bij mij een zonnebril winnen. En niet alleen vandaag, maar ook de volgende twee keren dat ik een filmpje maak. Ik geef dus in totaal 3 zonnebrillen weg. Daarnaast kan jij ook nog eens korting krijgen als jij een zonnebril wilt kopen. Dit ga ik allemaal uitleggen in het filmpje en dat komt er nu aan. Vet hè? Wat ik nou dus eigenlijk wil vertellen is, je kent het vast wel, ben je in de herfst, lekker op de fiets of in de winter, is het wegdek een beetje gladjes, gaat de zon schijnen, schijnt het toch een beetje fel in je oog. Natuurlijk wil je dan een zonnebril hebben die naast natuurlijk het licht tegenhoudt ook een beetje shiny eruit ziet. Vandaar dat ik 3 zonnebrillen weg mag geven en in deze uitzending ga ik er eentje weggeven. Sam hier heeft verdiend een bitch slap, want je zegt uitzending terwijl je eigenlijk maar een kleine YouTuber bent. Oké, hier komt het. Stiekem ging dat nog best wel hard. Anyway, we gaan door. Wat moet jij doen om namelijk die zonnebril te winnen? Om de zonnebril te winnen moet jij een vraag beantwoorden. De vraag luidt als volgt. Ik ben 6 augustus 1992 geboren. Waarom heeft mijn moeder mij Samir genoemd? Laat je antwoord hier beneden achter in de reacties. Weet jij het juiste antwoord? Dan krijg jij van mij die zonnebril opgestuurd. De zonnebril die wordt niet zomaar opgestuurd. Ik zal namelijk zorgen dat er een leuke brief bij komt, persoonlijk. Als het zover is, dan mail ik je direct over hoe het zit op jouw YouTube kanaal. En van daaruit kunnen we doorwerken naar het gewone e-mailadres of eventueel eventjes bellen. Wat voor iets is het eigenlijk dan wat we gaan winnen, Samir? Nou, heel makkelijk. Dit is het doosje. Dit is een hoesje dat je er eventjes bij krijgt waar het in geborgen is. Dit is een kaartje dat hangt eraan. Ik zorg dat er een leuke brief bij komt. Persoonlijk aan jou gerecht. En dit is de zonnebril. Ja, nee, niet dit. Je krijgt natuurlijk een nieuwe. Dat is de bedoeling. Hartstikke leuk dus. Altijd handig. Zorg dus dat je het antwoord hier beneden doet. Ik zal nog één keer de vraag vertellen. Waarom heeft mijn moeder mij nou Samir genoemd? Het antwoord drop je dus hier beneden gewoon. Even typen. Zorg dat je dus gewoon het juiste antwoord hebt. Oké, dan gaan we door naar het volgende. Jij kan ook 10% korting krijgen op het kopen van zonnebrillen. Ik ben best wel lichtgevoelig, dus waar ik ook kom, waar ik ook naar buiten stap, ik doe meestal een zonnebril op. Geloof je het niet? Volg dan mijn Twitter, @justsamir. Ik schrijf hem hier in een beeld op. En dan kan jij ook af en toe wat twitpics van mij zien, waarin je ziet dat ik dus een zonnebril op heb. Natuurlijk is het niet zomaar een zonnebril. Hè? Ik heb dit niet. Het is niet zo dat ik dit allemaal uit mezelf doe. De website van de zonnebrillen kan je hieronder vinden. Pilotenbrillen.nl. Heel makkelijk te vinden. Makkelijke naam ook. Ze hebben daar verschillende monturen. Pilotenbrillen. En ja, hey. Ik zou zeggen, probeer het. Nou ben ik eigenlijk ook wel een beetje dom geweest, want ik heb nog niet de actiecode verteld van de korting die je daar kan pakken. De actiecode is LiveGoodTrySamir. Kijk jij dus dit filmpje? Heb jij toevallig binnenkort ergens een zonnebril nodig? Dan kan je met die code elke zonnebril met korting halen. Dit was eigenlijk even mijn filmpje voor vandaag. Jullie weten dat er aanstaande vrijdag een Yo YouTube komt. En ik heb te horen gekregen uit een paar reacties dat Yo YouTube te eenzijdig wordt. Natuurlijk kan dit wel zo zijn. Maar aanstaande vrijdag komt er een Yo YouTube die wat luchtiger is. Eentje die heel anders is dan de andere YouTubes tot deze keer toe. Ik zou zeggen, zorg dus dat je goed kijkt. Want het is altijd leuk om leuke dingen te bekijken. Laat jouw reacties hier beneden achter over wat je van deze actie vindt. En zoals ik altijd zeg, blijf abonneren, reageren, consumeren. En blijf met name ook mij volgen op Twitter. Deel deze video via Huis, Facebook, Twitter, Dailyboof, MSN, Twitter, MSN, Facebook, Daily. Ik herhaal alles. Blijf goed je best doen op school. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Hoe saai school ook is, hoe saai leven ook is. Denk eraan, blijf mijn video's kijken. Blijf vrolijk, blijf lachen. Haat je me, dan mag je me haten. Vind je me tof, dan mag je me tof vinden. Want ik vind jou ook tof. En wat je ook doet, blijf van elkaar houden. Ga ervoor, geniet van het leven. Doe de leuke dingen die je wilt doen. En zorg dat je gelukkig bent. Want ben je niet gelukkig met jezelf? Waarom zou een ander dan gelukkig met jou moeten zijn? Als je daar trouwens het antwoord op weet, mag je dat ook hieronder achterlaten. Nu ben ik veel te lang aan het lullen. Het is genoeg geweest. Genoeg is genoeg. Soms ga je te lang door, Samir. Ik weet het. Het spijt me. Misschien ga ik ook te snel. Misschien niet. Mijn stem die klinkt nog steeds verrot. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Het maakt ook allemaal niet meer uit. En zoals ik altijd zeg, vlog on.